De Surinaamse overheid heeft op 15 maart 2019 een aanvang gemaakt met de uitgifte van de elektronische ID-kaart. Op dezelfde datum is de printhouse ook in werking getreden. Er zijn nog zoveel vragen hieromtrent, maar we hebben de juiste persoon in de studio met wie we gaan praten. Dat is de heer Gardelito Hewaki. Hij is de coördinator e-government. Meneer Hewaki, welkom in de studio. Bijna 2 weken al is de overheid bezig met de nieuwe ID-kaarten, de elektronische ID. Wat is de stand van zaken om daarmee te beginnen? De stand van zaken is dus dat we maandag 19 of 18 moet dat zijn geweest. De 18e zijn begonnen officieel met de enrollment van burgers op 14 verschillende locaties. En het mooie daarbij is dat op een normale dag bij het oude er maximaal 250 aanvragen gedaan konden worden voor een ID-kaart. Je kreeg ze wel direct. Maar in dit nieuwe geval, waarbij we dus op meerdere locaties landelijk de aanvragen kunnen doen, waar mensen gaan voor hun handtekening, vingerafdruk, foto maken, checken van hun identiteit eerst en dan doen ze dan de enrollment. En dan, dat we nu per dag gemiddeld 1000 aanvragen hebben, die worden dan geprint en per vandaag begint met de distributie. Dus de mensen die op de eerste dag hun ID gemaakt hebben, die worden dan morgen of de dag daarna krijgen ze een sms dat ze hun ID mogen ophalen op de locatie waar ze die hebben aangevraagd. Mm. Natuurlijk hebben we wat kinderziektes gehad. 2 locaties hadden wat issues met de verbinding. Die zijn opgekomen. En hier en daar heb je nog af en toe een hiccup dat iets vast zit of mensen nog niet helemaal alles onder de knie hebben. Maar we blijven dan de refreshment cursussen ook geven aan de mensen in het veld. Om in elk geval binnen 2 weken een feilloos systeem te hebben. U heeft dus alles onder controle? Tot zover alles onder controle. Oké. We gaan over een aangelegenheid praten, meneer Hewaki. En kan de Asandis Oemtak eens ranatongen, zodat Morosma kan begrijpen. En dat na een kwestie eigenlijk bij Desmaya Aks Desref af van. Maar zij de min bij 75 SRD? O ting bij moest bij 75 SRD? Meneer Hewaki, leg u uit, Chinso. Sana a juiste antwoord op het woord. Oké. Zolang je op je oude ID-kaart hebt, die dan komen de 60 mondici, en wie is afval, maar je abing, enough pay no money. Ook toe kan de, ook even in Nederlands. Dus nogmaals, het is kosteloos voor ieder met het oude ID-kaart. Dus zolang je gaat voor een vervanging, nogmaals, kosteloos. If je lasing, als je niet hebt, dan een pay. Maar die a 60 mondici ook toe, dat lukken ieder paya butu. Je paai gewoon naar 75 SRD. Baka asik simung, dus daarom ik kar alles maar op, roep alles maar op, zoveel als mogelijk. Go, make your ID, no, enough, go naar Flora. If you etang, CBB, gi ook toang. Hier uitleg voor peo moest go. De man verdeel as aan onder. If you naf Marowena, je go naar Albina. If you naf Nikeri, je hebt 3 locaties. Paramaribo, en Wanika, je hebt Quata, Kombi. Dus dat naar uit het hoofd de locaties aan de. Nu de man die in het veld ook toe, Furoko, hoe de bezig naar Apura, Stoelmaas eiland naar Debike, dus we gaan ook toe in het zuiden. En in april we start naar de mobiele unit baka, op Saala de dorpen. Dus, go kijken je ID binnen 60 moon, dat in het noem onkosten voor pay, if je lasing, wel je moet bij 75. Wat verduidelijk atoor die zien een voorbeeld, meneer Hewaki. Net me check mijn ID-kaart en natuurlijk nog een stukje slordigheid voor mij, maar me komt aan de ontdekking dat mijn kaart vervalken was. Ja. Dus, if me go naar een kantoor voor CBB, me ne pay noti. If you abing, you ruiling as het ware, dat je ne pay no amoni. O ting you begin pay, voor de duidelijkheid? Voor de duidelijkheid, if a verval, na baka 60 moong, dus nu hoeveel minister teken een speciaal besluit dat binnen 60 moong de kosten voor vervanging. Alles is gratis. En ook toe, sami vergetief dat ik dus. Maar zijn ID eten, zijn ook om ik de eerste ID, tanga 17 jaar, tot en met 17 jaar, de maat ook toe kosteloos.
Dus eigenlijk weerspreekt u de informatie die vooral op social media circuleert, dat ja, iedereen moest pay, alles man pay 75 ja. En van, ook toen nog abutu 200 SRD, niks van waar. Vanaf het begin, bij Betakasan, dit is het ministerie, minister, alle de mensen bij interview, Betakasan, tot dat. Inruilen voor je ID, dat kosteloos. Dus, Misha San ook tot op social media en blaad je nog bij op een kader of een logo, na fake. Ja, ik wil de kijkers ook erop attenderen dat op de website van de overheid, de nieuwswebsite van de overheid, De Boodschap, daar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken deze bekendmaking ook gepubliceerd. Kunt u even op naslaan. Misschien kunnen we dat ook in het programma in beeld brengen. Meneer Hewaki, landelijk 40 plus BVB's, maar niet allemaal zijn nog op het systeem aangesloten. Op dit moment 14, dacht ik. 14. Hoe lang duurt het nog voordat de rest aankomt? Binnen 2 weken willen we Apura in place hebben, Debike en, zei ik net, Apura, Debike en Stoelmans Eiland. Stoelmans Eiland kan misschien nog een extra week in beslag nemen, omdat op Debike en Stoelmans Eiland er geen stroom is. Dus moeten we ook nog een solar, kleine solarinstallatie verbouwen. En dan gaan we dan zo zoetjes aan verder werken dan. Er is ook al een lijst met 7 extra locaties geïdentificeerd, verspreid over Paramaribo, Wanica, Marowena en Komowena. En dan gaan we dan zo rustig door. We hebben onze target is dat we binnen 6 maanden alle 40 locaties in place willen hebben. Dat betekent dus dat tegen die tijd dat al die kantoren zijn aangesloten of zeg maar inzetbaar zijn. Al ja. Dan desma bijvoorbeeld voor Stoelmans Eiland of Gotena foto. Desma Stoelmans Eiland, binnen een wiki kan go drapen, accident. Maar ook de omliggende dorpen. Okay. Maar desma voor de omliggende dorpen kan go gewoon naar Stoelmans Eiland. Accident ID, bakawan today, kan de wan 2 week, kan de maximaal 2 tot 3 weken. Lek van wet taki, a maximaal 30 dagen. Want alles maar bij struikel abrasan, dat to tak 30 demi wacht ik mijn ID. Desma sa vraag de ID aan. Maar tapamunde sa ube begin, lek van mitaki, die de oftamara de maikis wa sms tak de makan, go take de ID. Is eigenlijk ruim dus, genomen? Is gewoon ruim genomen, okay. Tak wettelijk, je ook eraan bent dat je met niet 2 maanden hoeft te wachten op ID. Oké. Meneer Hewaki, zoals we weten heeft het CBB dus die service op de zaterdag, de zaterdagse openingstijden zoals het bekend is. Maar voorlopig kan dat nog niet gebruikt worden om de ID-kaarten te maken, de nieuwe ID-kaarten, of toch wel? Nou, CBB is nu ook aan het kijken natuurlijk. Er is in eerste instantie gezegd van niet, maar natuurlijk kijken naar hoe de, of het storm loopt. Als er vraag is, zal dat natuurlijk ook worden gecommuniceerd vanuit CBB, wat de instructie, als, dat, wat de wijziging in de instructie wordt. Ja, en dan de printhouse, eigenlijk het hart waar de kaarten gemaakt worden. Wat kunt u nog ons daarover zeggen? Zijn er capaciteit eigenlijk voor een printhouse? Ik ben er een aantal in het begin, maar wat is de capaciteit? Nou, het aantal van mekaar is dat de aanvraag van Econ in one day. Het is dan 1000 plus per dag. Aanvragen die komen van de verschillende locaties. En de printhouse, daar wordt dan gescreend om te kijken van hey, klopt deze enrollment? Is dit de juiste persoon, de foto? En dan kan het dat die aanvraag teruggestuurd wordt en dat de mensen gebeld moeten worden om weer eens langs te komen. Op een paar locaties hebben we gehad dat de enrollment met de vingers niet zo goed ging. En het zal dan zo zijn dat in de komende week ook een paar mensen gebeld zullen worden van kunt u nog een keer langskomen, want de vingers zijn niet goed opgenomen. Dus daar heb ik het over net de kinderziektes en de kleine dingen die we nog moeten tweaken, extra trainingen. Verder in de printhouse, zodra de approval is gegeven, gaat het naar printing. Als er geprint is, gaat het dan naar een quality assurance die dan kijkt van hey, alles wat op de kaart is, zit op de chip, zit de kwaliteit is goed. En dan gaat het naar distributie. Daar loopt tot nu toe alles ook prima. En zoals we ook had aangekondigd, we zijn nu al bezig met de begin, de voorbereidingen om tussen nu en 3 weken aanmaken van paspoorten ook te laten geschieden in de veilige omgeving, de printhouse. Oké,
Daarover gesproken, meneer Yawaki. We krijgen dan een, zeg maar, een nieuwe layout, no? Paspoort? Of nee. We nemen de paspoorten die er nu zijn, die nemen we nu gewoon alvast over. En we werken dus wel ernaar dat wanneer we de paspoorten, we hebben nog ongeveer 200.000 van die boekjes, dat voordat die op zijn, dat we dan wel beginnen te kijken naar een e-paspoort. Maar daar moet ook wetgeving voor veranderd worden, dus het is nog een traject. En hoe staat het met dat van rijbewijzen ook? Met de politie zijn we ook bezig, wat ik ook al aangekondigd. Mm-hmm. En de target is dat we in uiterlijk september, augustus, september, aanmaak van rijbewijzen ook willen overnemen in de printhouse. Deze ontwikkeling is zeer toe te juichen, meneer Yawaki, omdat Suriname het eerste land is in de regio met zo'n ontwikkeling. Ja. Is het een beetje, misschien moet ik het zo stellen, kunnen we ons een beetje aanstellen van, we zijn de eerste in de regio? Natuurlijk mogen we super trots zijn. En het is een keer dat wij, eindelijk een keer dat Suriname niet een volger is van wat er is gebeurd in de regio, om dan op basis van regels die al zijn vastgesteld door anderen, dat wij moeten volgen. Maar dat wij nu ook in de driver's seat kunnen zitten en zeggen van, luister, dit is onze ID. Dit zijn onze voorwaarden. Als de rest, als we dit met elkaar afspreken, dan mogen we bij wijze van spreken straks reizen tussen de landen. En ik mag verklappen dat er al een aantal landen nu bezig zijn te kijken naar deze ontwikkeling om het ook over te nemen. We gaan die know-how dus exporteren, om het zo te noemen. De experience. Experience, oké. Natuurlijk, meneer Yawaki, we kunnen dit niet genoeg benadrukken, omdat de laatste tijd we heel vaak geconfronteerd worden met fake news. En misschien na dit interview hoor je weer iets anders of lees je weer iets anders. Maar voor de duidelijkheid, en we gaan dit stukje nog eens herhalen in Sranantongo, omdat Nawantalsa alles maar even verstaan. Dus, lik van mij poer mijn ID-kaart die manting uit mijn broekusaka, misidata, verval, slordigheid van mij. If we go now naar een CBB-kantoor, meneer Yawaki, is het gratis. Gratis. Oké. Okay. En dan kom je taki. En mijn paai binnen als ik zie, want vervaldatum dit is ook handig is ook te dadelijk in terwijl we taki reporten in beeld. Ja. Met de smashie, dat kwam datum de tot wanneer. Want je kan zeggen 6 maanden, maar 6 maanden tot wanneer. Dus het is ook specifiek op die opgave. Dat je kan zitten dat zo die je kan gaan naar CBB en dat ook de gratis dat je kan kinken je ID. Etoalis is ook niet te veel gezegd als je dus nu naar CBB gaat. U gaat naar een Bali waar u met uw oude ID gaat en wordt daar vastgesteld dat de informatie klopt. U krijgt een uitdraai. U gaat naar enrollment, zijn enrollment te houden in. Wat mandra pe o actie voor ze doorrecht met een foto, noa die is linga, noemagde. Je maakt een foto, je poti tapuan pet, je beki handtekening, de vinger, je poti, je giu o mifagitak te fosiki sa uitdraai. De mo actie giu telefoonnummer, zijde je telefoonnummer omdat, if wa sande. De man moest maar bereiken voor go baka of if a ID feedback, de man moest maar zeggen een sms toe tak, je ID ba imag kon tekken. Dat make you give you telefoonnummer. En te go take you ID, belangrijk na tak, you persoonlijk moest go take you ID. En kan de uno drukken uit toen uno tak dis nog voor, dus ik zeg het nogmaals. U gaat uw ID-kaart activeren met een vinger die u wil gebruiken wanneer u eventueel toegang wil geven tot uw ID. Theo doet transacties. Theo wordt bang, want dat na ID eigenlijk voor EID. En gewoon voet ik op een nieuw ID wang, maar dat je moest maar gebruiken die transacties. Dus dan, je activeren kaart. En wat features zijn er ook toe, dat je kan pot een code. Wat pin die ID. In zeer binnenkort we launch wat een payment platform. Payment pay naar je telefoon. Zo'n telefoon naar mogelijkheid voor potje doei. Want gidas masano sa etang fara
En daarom heb ik dit voorbeeld zij de appende. Maar ze eten vara voor Paramaribo, ze kan de moeilijk kan kunnen foto, ze kan moeilijk op een bankrekening. Binnenkort de moment op een virtuele rekening, dan ze de man kan doen transacties, paigi grond, paigi, alles soort sanso. Dan ik kan met je bankrekening naar je telefoon, if een mogelijkheid voor scan, scannerkarta. En dat als je telefoon nog een mogelijkheid voor maar lees je vinger, dat ik kan activeren dan je pen. Dus ID ID delek wang wat toegang spas die applicatie. Like familie edema voor i government dat ook toe de bezig naar applicatie die ROGB voor mijn actie grong dat in want to move your man do that via your computer na also. En dat staat ook als habitat. Familie zeker tak na masra sarijan edua aanvraag. Dat is scan your ID. Dat is op dat werkelijk de juiste gegevens de en je actie op is gewoon dat. Dus vandaar dat je go et een lisi dan je go take your ID. Je bief activeren dan een pen. Zij in de moest vergeten. En een vinger. Ja, Masra Hewaki natuurlijk heel veel duidelijkheid. Toekomstmuziek, maar het ziet er allemaal mooi uit, want dat is nou eenmaal ontwikkeling. Hè? Je kan niet stil blijven zitten. Nee. Oké, we bedanken u voor dit moment. Beste kijkers, u heeft dan een update gehad en natuurlijk ook meer duidelijkheid, vooral als het gaat om dat stukje van de tarieven, het betalen. U heeft het zelf gehoord van de coördinator e-government, de heer Hewaki. Er zijn op dit moment geen kosten eraan verbonden. Volgt u alstublieft de officiële informatie van de overheid, dan bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We bedanken u voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.